Ik ben op dit moment werkzaam bij Combinatiebouw in Eersel. Ik werk daar nu ongeveer 3 jaar en ja, ik heb daar best wel naar mijn zin. Ik ben via mijn jobcoach bij WSD terechtgekomen omdat ik een vorm van autisme heb, PDD-NOS. En ja, daar moet rekening mee worden gehouden. Mijn concentratiemomenten die wisselen nogal sterk. Dat hangt ook af van externe factoren, dat hangt af van prikkels, dat hangt af van situatie thuis. Het kan van alles en nog wat afhangen. En dat heeft weer invloed op mijn arbeidsproductiviteit. WSD is eigenlijk ook min of meer gewoon een soort speel tussen mijn werkgever en mij eigenlijk. Ze hebben af en toe gesprekken met mij, ik heb gesprekken thuis. En ze proberen dan achter te komen wat er aan de hand is als het even wat minder goed gaat. En dan gaan ze kijken wat ze eraan kunnen doen. Wij werken al zeker 4-5 jaar met mensen van WSD binnen onze sociale werkvoorziening kabelassemblage. Het zijn goedkopere werknemers, maar ze hebben natuurlijk extra veel begeleiding nodig. Ze hebben wekelijks komen er mensen hier over de vloer die die mensen ook echt vragen om hun problemen, vragen om hoe de week gegaan is, wat er mogelijkheden zijn, wat ze willen, wat ze kunnen. En al die dingen bij elkaar maken dat het uiteindelijke tarief wat je naar buiten gaat berekenen wel wat scherper is en wat gunstiger is. Hè. Dus we hebben er wel economisch voordeel bij, maar dat economisch voordeel moet je niet overschatten. Ik vind het hartstikke leuk werk. Ja. Ik heb de opleiding gehaald en ik krijg gewoon genoeg verantwoordelijkheden. Dus voorlopig hoor je mij niet klagen. WSD biedt een mooi platform om samen te werken met bedrijven die eigenlijk op dezelfde manier werken als wij. En ook met mensen uit de sociale werkvoorziening werken. Daarmee krijg je samenwerkingsverbanden zoals we bijvoorbeeld hebben met Ecotap. Wij produceren hier laadzuilen voor elektrisch vervoer. Daar hebben wij bekabeling voor nodig. Combinatiebouw is daar toch wel specialist op om dat op een professionele manier te kunnen voorbereiden voor ons. En wij kunnen dat dan op een weer verder assembleren in ons product. Ik werk via het WSD nu inmiddels zo'n half jaar. Ook bij Ecotap. Dat is ongeveer tegelijkertijd begonnen. De sfeer die hier hangt, die is enorm gezellig. Ik moet zeggen dat ik niet vaak een bedrijf zie of tegenkom wat zoveel rust geeft eigenlijk. Ja, de rust en de ruimte heb ik nodig in verband met geestelijk. Ik begrijp niet altijd alles even meteen. Lichamelijk ook. Ik zit zelf met wekendelenreuma, fibromyalgie genaamd. Dus dat betekent eigenlijk de pijn aan de spieren, aan de gewrichten. En WSD maakt dat mogelijk om daardoor op deze werkplek te kunnen werken. Het zijn mensen die natuurlijk heel ver van het arbeidsproces afstaan, die geen kansen krijgen en waar wij van vinden, dat die gewoon de kans verdienen. En wat blijkt, dat die mensen gewoon echt super zijn. We halen eruit wat erin zit, maar we laten wel de persoon. En daar zijn we heel erg bij gebaat, want het zijn mensen waar we van op aan kunnen. Ik zit helemaal niet graag stil. Ik ben graag bezig. En daarom ben ik ook heel blij dat WSD er is om mensen zoals ik en vele anderen te helpen om toch een leuke werksfeer te kunnen krijgen. En een leuke baan waar je toch alles kunt doen.